Welkom in de vlog van deze week. We zijn op de CET-beurs, een grote onderwijsbeurs in Vlaanderen. En ik was hier genomineerd voor een prijs, een Inspiration Award. Het is bij de finalisten, dus we gaan eens kijken hoe ver ik het gebracht heb. Heb ik gewonnen of niet? Op naar de beurs. De voorlaatste, en dan doen we ook nog de sociaalste scholen van Vlaanderen. De Inspiratie Award overtuigde de juryleden met haar focus op verbinding. Verbinding tussen collega's, tussen leraren van verschillende scholen. Verbinding over de koepels en de netten heen. Toekomst gewoon. Ze verbindt bovendien probleemloos onderwijsvernieuwing met educatieve technologie en andersom. Maar bewaart steeds een kritische blik tegenover het digitale medium. Wat de jury ook apprecieerde, was de mogelijkheid om haar visie toe te passen in zowel het secundair als het basisonderwijs. En moedigt haar ook ten zeerste aan om zich blijven in te zetten voor het delen van kennis en het creëren van een breder netwerk. De winnaar van de CET Inspiratie Award is Josephine de Meij. Is Josephine hier? Ja, kom maar. Zij ontvangt een reisbudget van 1000 euro om onderwijsinspiratie op te doen in het buitenland. Zo, niet gewonnen dus. Maar toch wel fier om genomineerd te zijn tussen die inspirerende leerkrachten uit Vlaanderen. Op naar het volgende. Gisteren dus in Gent, vandaag terug in Roeselaar, waar we hier in het CM-kantoor straks een training gaan geven over PowerPoint. We doen hier PowerPoint, Excel, Word, Skype, Teams, dus alles wat Office 365 is, krijgen de mensen hier mee. Het gaat leuk worden, denk ik. Voilà, van Roeselaar terug en nu in Zwevenhem, Otegem. Voor ook een training rond Office 365 bij een klant. We zijn vandaag in De Haan aan de kust. We moeten naar de bibliotheek. En voordat ik binnen ga, wil ik nog een keer iets laten zien. Ik vind het hier wel grappig. Er is hier een parkeerplaats. Voorbehouden voor meneer Pastoor. Grappig. We gaan meer doen. We gaan hier een workshop geven over smartphone fotografie. Veel inschrijvingen hebben ze gezegd, dus ga ik eens zien hoe dat loopt. Terug thuis, nog altijd zaterdag. En hier gaat nu de jaarlijkse Halloweenavond door in de wijk. Ik ben op stap met een aantal kindjes uit de wijk. En we gaan trick or treat gaan spelen. Dat wil zeggen, veel te veel snoep verzamelen, veel te veel suiker. En dan gaan ze zeker niet slapen vanavond. Maar ze mogen een uur langer slapen straks, dus vergeet ook je klok niet te verzetten. Of als je dit bekijkt, zijn we waarschijnlijk al een uur vroeger of een uur later. Ik weet niet juist wat het is. We zijn weg. Dit was het voor deze week. Tot volgende week. En volgende week is het vakantie voor mij, dus we gaan misschien wel iets leuks doen. Bye bye.